Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties. Ja, vandaag in Dommeland Live gaan we het hebben over de spiegeltent op Stapelen. We gaan met Christ van Ekelen praten over zijn heemkundebronnen. En er komt maar liefst hier in de studio een dame langs die meedoet aan de Miss Teen of Brabant verkiezingen. Moet niet gekker worden. Het is donderdag 25 april. Welkom. Ja, het was nog even spannend of het dit jaar door zou gaan. De spiegeltent op Stapelen, die sinds 2017 op Stapelen te zien is. Maar liefst 65 activiteiten, 6.500 bezoekers als ik het goed zeg. Maar we gaan er straks alles over horen. Maar het gaat weer door. En bij mij op de bank om erover te praten, Wies Vissers, welkom. En Wim Ketelaars. Wow. Chris van Ekelen, jij zit er ook al gezellig bij. We gaan straks met jou praten. Maar als je vragen hebt, je mag gewoon lekker interactief met z'n allen praten. Ja, Wies en Wim, het was even spannend, hè? Een nieuwe eigenaar bij Kasteel Stapelen. Ja, gaat het door, wel of niet, dit jaar? De spiegeltent, wat was de bottleneck? Nou ja, misschien even terugkijken in de geschiedenis. In 2015, ja. Toen verbleven de paters Assumptionisten 100 jaar op Stapelen. En in dat kader hebben zij de spiegeltent aangeboden. Wie zal zo meteen vertellen even over de spiegeltent? Ja, wij hebben daar volgens mij toen nog een uitzending exact, gemaakt. Exact. Vanuit spiegeltent. Toen heeft de tent er 6 weken staan. En die tent had als doel dat de paters en Assumptionisten eigenlijk de connectie zochten met de gemeenschap van Boksel. Dat was een geweldig succes. Aan het eind van de periode van 6 weken zei onze voormalige burgemeester Mark Buijs: die tent die wil ik in 2017 ook hebben. Ja. Zoals je in je inleiding al zei, in 2017 is hij er ook geweest met al die activiteiten die er zijn geweest. Ja. En Mark zei aan het eind, in 2019 komt hij weer terug. Goed, dan gebeuren er 2 dingen. Mark Buijs nog niet wetende wat er toen plaats gaat. Er gebeuren 2 cruciale dingen, zoals je weet. Ja. Mark Buijs wordt burgemeester in Oostra. Ja. Nou, ja. Dan ontstaat er even toch een vacuüm. Ja. Maar last but not least, ondertussen wordt het kasteel met alles wat er omheen wordt verkocht aan de nieuwe eigenaar, Xander van Mierlo. Nou, wij vanuit Boksel Vooruit hebben in het kader van Stapel op Sint, hebben wij toch afgelopen periode 2018 al daar mogen vieren. De nieuwe eigenaar was super enthousiast over Stapel op Sint. En het eind ervan hebben ze van, is het bespreekbaar dat eventueel de spiegeltent van Bonsalon opnieuw in het park mag komen? Yeah. Nou, dan gaan er natuurlijk allerlei nieuwe ontwikkelingen gebeuren. Wat vindt de gemeente? Yeah. Wat vindt de nieuwe eigenaar? Wat vinden zij als eigenaar? En wat vinden we als gemeenschap? Ja, dat heeft natuurlijk een periode geduurd, want in één keer is het bekende patroon is doorbroken door in één keer een andere meneer die daar zit. Ja. Waar andere onderhandelingen gevoerd gaan worden. Ja. Ja. Maar uiteindelijk zijn we met buitengewoon veel enthousiasme is het gelukt. Want het is eigenlijk een driehoekje, noem ik het altijd maar. Ja. De gemeente Boksel, het college, biedt de spiegeltent aan de gemeenschap van Boksel. Ja. Ze hebben daar een soort potje exact voor. Hè? Ja. En dan, om dat te doen, heb je dus 2 medewerkingen voor nodig. 1, de eigenaar van Kasteel Stapelen. Ja. Bent u bereid om het park ten dienste te stellen voor die periode? En je hebt natuurlijk de eigenaar van de spiegeltent nodig. Ja. Zijn jullie bereid om tegen die condities, als het ware, dicht te maken? Gemeenschap, gemeente Boksel, eigenaar en die. En wij als Boksel Vooruit zijn dan degene die het programma coördineren. Ja. Nou, terug naar het stukje. Ja, ja. De nieuwe burgemeester, waarnemende burgemeester Vols Nater, was super enthousiast. Die zei onmiddellijk, ja, dat moeten we doen. Ja. Nou ja, met dat bericht zijn we natuurlijk naar de nieuwe eigenaar gegaan. Goh, is dat bespreekbaar? Ja. Dat is bespreekbaar geworden. Ja, want Wies, voor mij, hoe was dat gesprek dan met zo'n nieuwe eigenaar?
Nou, die nieuwe eigenaar... Of met die nieuwe eigenaar. Ja, die nieuwe eigenaar, nou Wim zegt het al, Stapel op Sint was ook daar. En dat was natuurlijk voor hem al best een avontuur, maar ook voor Boxter Fruit. Ja. Het is toch anders als in voorgaande jaren. Dat was een mooie basis gelegd. Ja, dat is inderdaad een hele mooie basis gelegd. Hij heeft toen gezien, denk ik, wat Boxter Fruit kan en doet voor de gemeenschap. En ja, en hoe zijn eigendom, het huidige kasteel, daar ook uitermate geschikt voor is. En hij vond het prachtig. En dat heeft inderdaad de basis gelegd. Heel even voor mijn beeld voor me. We hebben het iedere keer over de eigenaar van Kasteel Stapelen. Maar wat valt nu eigenlijk allemaal exact onder Kasteel Stapelen? Dat is het hele landgoed eigenlijk. Hè? Was ook exact, de tuinen en exact. Alles. Dus het kasteel met de gracht en het voormalige schooltje, hè, waar jullie als omgebouwen. Dan het park. Ja. En dat landgoed eromheen, dat behoort allemaal van de nieuwe eigenaar. Ja. Dus het is natuurlijk ook. Behalve het kerkhof, ja. Maar het is kijk, daar komt weer Christen met zijn details. Dat is inderdaad ook nog niet. Dus het kerkhof niet. En dat is logisch. Als jij een nieuwe eigenaar wordt en wij gaan daar een tijd een tent neerzetten, dat is heel logisch. Ja, wacht even. Kunnen we afspraken maken over het beheer en de toegang en de controle en het publiek en parkeren? Dat is natuurlijk allemaal heel vanzelfsprekend. Ja. Dat is allemaal in hele goede harmonie verlopen. En we zijn nogmaals super blij dat het allemaal zo is gegaan. Met dank aan. Ja, er waren geen bezwaren. Gewoon. Nee. Top. Ja. Goede voorwaarden. Ja. Kunnen er een mooi feestmachtig gemaakt worden. Ja, en natuurlijk is er gesproken, hebben we een alternatief? Ja, natuurlijk. Bond Salon, die spiegeltuin kun je overal neerzetten. Ja. Maar er is natuurlijk maar één prachtige locatie. Plek waar het mooi goed daar moet die staan, dat snap je. Ja, het gaat gebeuren. Dus van 30 mei tot en met 23 juni, hè, Laat je stil stapelen. Klopt. Wat is het thema dit jaar? Het thema is dit jaar, Wim, dan moet ik het goed zeggen, geluk kent geen maat. Exact. Ja. Oh, wauw. En van waar dat thema? Nou, dat is een mooie aanleiding. We zijn met wat is de motivatie? Ja, we zijn met een groepje mensen bezig in Boxel om de zogenaamde beweging van geluk op te richten. We mogen eens wat gelukkiger zijn. Vind je, want bedoel je dan op, kijk, als ik de nieuwsberichten lees, bedoel je dan op wat de gemeenschap af en toe zegt of over de gemeente? Dus, natuurlijk de laatste tijd soms een beetje... Nee, niet over de gemeente zelf, maar in zijn algemeen karakter. We staan nummer 5 in Europa als het gelukkigste land. Maar je kunt de sociale media en noem ze maar op, dan zijn we natuurlijk meesters om allemaal op te noemen wat niet goed gaat. Ja. Nou, toen hebben een beetje Hollands, hè? Ja. En tegelijk zeg maar, joh, wees nou toch eens blij in die kleine leuke dingen die er zijn, waar jij en ik ook elke dag van kunnen genieten. Ja. En hebben we gezegd, waar zou het toch mooi zijn als we een heleboel geluksplekken hadden die jij en ik van zouden kunnen genieten. En één daarvan is natuurlijk die prachtige spiegeltent. Ja. Kom daar naartoe, neem daar je gelukmomentje, geniet van het programma. Ja. En we hebben gezegd, geluk kent geen maat. In de ruimste zin des woords. Het hoeft niet groot te zijn, het kan klein zijn. Je hoeft niet met veel te zijn, het kan met weinig zijn. Geniet van het leven, vooral wees een beetje vooral gelukkig. Is het dan zo dat alle activiteiten die er gaan plaatsvinden ook moeten aansluiten bij het thema? Nou, ik denk dat een activiteit al heel snel aansluit bij dit thema. Als ik inderdaad naar de voorgaande twee keren kijk, hè, dan zit er veel muziek in van koren, van oudere mensen, orkesten, kinderen. Mensen met een beperking die daar een prachtige middag hebben met muziek. Oudere mensen die daar naartoe komen. En dat is eigenlijk al dat kleine beetje geluk wat Wim bedoelt. Mm-hmm. Want dan, ik sta dan echt, ik zie daar een foto nu ook. En daar sta je echt gewoon te genieten. En ik weet zeker dat al die mensen en al die kinderen dan genieten. En ik denk dat ook is wat jij bedoelt. Ja. Natuurlijk, er gebeurt hartstikke veel ellende dichtbij, ver weg. Ja. Maar als je goed kijkt, dan kunnen we met z'n allen ook nog heel veel plezier hebben. En juist ook in dat soort zaken zoeken. Ja. Chris, als we even teruggaan naar vroeger. Hè? Want jij bent voor ons de soort kenner op het gebied van... als je foto's ziet van vroeger of je hebt een grote kennis over de geschiedenis in mijn beleving. Is zo'n greep van spiegeltent in Boxel ooit geweest, of niet? Nou, dan zit ik weer te denken aan Vlaamse kermis. Ja, de spiegeltent komt inderdaad ook echt uit België. Hij is in 1932 gebouwd in Brussel. En volgens mij hebben die in de jaren 60 op de Kiekenhof gehad bij de Walnoot in de wijk Seelissen.
Hadden we Vlaamse kermis. Ja, ja. Want hij, we nog? Ja, want hij trok inderdaad vroeger van kermis naar kermis in België. Ja. En daar stond er een orgel in. En daar kwamen, als je het dan hebt over klein geluk, dat was toen natuurlijk ook al. Want daar kwamen mensen op zondagavond, op zaterdagavond dansen. Ja. En daar leerden we elkaar kennen. Hè. Daar zijn veel trouwerijen uit voortgekomen, denk ik. Ja. En later, ja, toen kwamen natuurlijk de discotheek en de dancings. En toen zijn die spiegeltenten in vrachtwagens beland en ver weg ergens weggestopt. Tot de vorige eigenaar deze tent gekocht heeft en helemaal heeft opgeknapt. Ja. En op deze manier proberen we hem ook eigenlijk te behouden als een stukje cultureel erfgoed voor generaties hierna. Ja. Ja. Leuk, en heel leuk. Het thema sluit daar denk ik inderdaad perfect bij. Ja, ja, heel even terug naar die 30e mei, hè, wanneer de aftrap plaatsvindt. Zijn er al bepaalde activiteiten die jullie kunnen noemen, die er gaan plaatsvinden? Een hele lijst al. Ja, er is inderdaad een hele lijst, ja. Nou, het is een makkelijk optelsom, Geert. Het zijn 25 dagen en we streven naar om elke ochtend, middag en avond een programma te doen. Dus simpel gezegd, er zijn 75 dagdelen te vergeven. En op dit moment zijn er 65 dagdelen al vergeven. Ja. Ja, dat betekent in de ochtenden worden vooral de peuters en kleuters uitgenodigd. Dat hebben we 2 jaar geleden en 4 jaar geleden gedaan. Dan gaan we het verhaal van onze reus Jaster Keistampen vertellen. Mm-hmm. Met voorlezen en met poppenkast. Dan geven we dat stukje erfgoed ook, gaan we ook weer meegeven. Middagen die krijgen vooral een karakter voor de ouderenzorg. Ja. Daar zitten we in. Ja. De werf die gaat komen. De woningbouwvereniging Sint-Joseph bestaat 100 jaar. Die komt een aantal malen met hun huurders op bezoek. Maar wat komen die dan doen? Als ja, die hebben een theater. Ja. Die huren een theater in, en zodat de huurders van zich op kunnen geven en daar naartoe kunnen gaan. Ze hebben twee keer een quiz voor hun bewoners. Mm-hmm. Nou, zo'n type is er. Vandaag hebben we de toezegging dat Frans Kapteins, de grote boswachter, die komt met plezier natuurlijk een lezing geven. Vorige week hebben we afgerond dat 7 koren, die gaan 3 korenavonden organiseren met elkaar om voor muziek te zorgen. De Werf natuurlijk, die komt elk jaar met een geweldig programma. De zorggroep Elde, die komen 2 middagen daarin zitten. Ja. En in de weekenden eigenlijk, hoe zien de weekenden? Wat zijn in de weekenden zijn er dan ook? Ook soort... verschillend. Wat ik heel leuk vind dit keer is voor jongeren dat we een graffiti workshop organiseren. Of dat doet. Dat is het weekend, hè? Ja. Dat is het eerste weekend, inderdaad. Ze maar niet op het kasteel. Nee, dat is veel muren. Nee. We zullen de boeltoernooi in het weekend. Oh, leuk. Gaan we ook doen. Boksen ze kampioenschappen. Ja. Oh, vreselijk. Ik moet zeggen, ik kan nog eentje opnoemen die ze nog niet genoemd hebben. Dat is de bloedprocessie, na de bloedprocessie, feest voor alle vrijwilligers van de bloedprocessie. In de tent. Superleuk. Ja, superleuk. Ja. Superleuk. Ja. Maar ook een jazz, hè? De Swanee jazzband komt. Kunnen mensen zich nog aanmelden eigenlijk? Ja. We hebben Spiegeltent 2019, apenstaartje@gmail.com. Oh, ja, ja. Dus die staat gepubliceerd. Ja. En als je dan aanmeldt, dan nemen we onmiddellijk contact met je op. We weten wel dat er nog maar een paar dagdelen te vergeven zijn. Maar we zijn op dit moment super enthousiast hoeveel al er is. Ja. En last but not least, het enthousiasme bij de bevolking is super groot. Ja, en iedereen is weer super blij dat het dit weer kan. Ja. Ja. Dus. Ja. Ja. Wat is er nou eigenlijk, is er al door de eigenaar gezegd van nou, ik wil misschien, kunnen we niet gelijk contract voor nou, als ik jullie was, dan... Nou, de eerste volgende die we binnen moeten halen is dan weer opnieuw Sinterklaas natuurlijk, dat zou nou mooi zijn. Ja. Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje schakelen met zijn nieuwe meneer. Het was met stapel op Sint goed gegaan en nou halen we deze binnen. Ja. Als dit weer goed gaat en dat weer ook goed loopt, dan wordt het natuurlijk ook weer makkelijk om een nieuw evenement. Dit jaar is helaas niet door kunnen gaan. Kunst op stapelen, wat 2 jaar welkom. Ja. De voorbereiding staat pas te kort. Ja. Het is natuurlijk een supermooi evenement wat er ook weer kan gebeuren. Ja, als dit niet goed loopt en er weer nieuwe afspraken maken kunnen, wie zegt dat het dan misschien volgend jaar weer kan gebeuren. Ja. Dus ja, we hopen eigenlijk met dit initiatief er weer meer mogelijkheden te kunnen ontplooien
als dat er weer op een was. Dus, ja. Geen reuze stappen zoals Jas de Keijs dan doet. Exact. Maar kleine stapjes. Om het park inderdaad. En om het parkje. Dat is alleen maar heel erg goed. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Dank voor je komst. Blijf lekker zitten. Ja. En praat zo lekker mee met Christ. Tweede Paasdag. Afgelopen maandag vond maar liefst de 47e editie plaats van de Liemse Boerenmert. En we waren erbij. Kijk mee. Het is glad als een meid. Wat zien jullie er mooi uit? We gaan jullie iets speciaals doen vandaag. Ja, heel mooi dansen. Iedereen. Ja, op de beeldbank Bokstol staan tegenwoordig maar liefst 21.000 historische foto's van Bokstol. En Christ van Ekelen is hier de grote man eigenlijk, mag ik wel zeggen, achter toch of niet? Dat mag ik wel zeggen, ja. Ja, even voor de jonge kijkers thuis. Wat houdt heemkunde nu exact in? Dat is heel breed. Maar heemkunde is eigenlijk, als je het kort samenvat, de studie van je eigen leefomgeving, van je eigen dorp, zeg maar. De historie van het dorp, van je eigen omgeving. Ja. Dat is eigenlijk heemkunde. Je eigen daarin verdiepen. Ja, en je hebt heemkunde Bokstol, hè? Ja. Wanneer is dat opgegeven? 1941. Heemkunde Bokstol is de oudste, daar zijn we altijd weer trots op, de oudste heemkundevereniging, heemkundekring van Noord-Brabant. In 1941 opgericht, in 1942 verboden door de Duitsers, maar een beetje ondergronds gegaan, zijn nooit opgeheven. En na de oorlog gewoon weer verder gegaan, terwijl een aantal heemkundekringen die ook rond die tijd zijn opgericht, ermee gestopt zijn en heropgericht zijn na de oorlog. Daarom durven wij te zeggen, we zijn de oudste heemkundekring van Brabant. Alleen dat is al een heel mooi verhaal. Precies. Om zoiets. Wie was dat die destijds? De grote promotor was destijds Piet Doornbos. Die was secretaris van de gemeente Bokstol. Ja. En ja, heemkundige puur sang. Ja. Ja. En als we kijken naar jouw achtergrond, hè, want het is toch iets. Het is iets heel specifieks. Het is Kijk, als je mij een foto of iets dergelijks zou laten zien, of ik heb daar niet genoeg kennis van. Wat is jouw achtergrond qua werkgebied eigenlijk? Ik ben in het werkzame leven rechercheur geweest bij de Koninklijke Marechaussee. En dat is weer heel iets anders. Ja? Alleen, het is eigenlijk een verlengstuk, omdat je blijft zoeken. En ik kan daar heel diep voor zoeken. Ja, ik kan daar heel diep op ingaan. En, het kan mij niet diep genoeg gaan. Maar waar komt die passie dan vandaan? Voor die heemkunde, zo specifiek? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik ben pas begonnen met heemkunde op het moment dat ik stopte met werken. 13 jaar geleden. En vanaf het ene moment ben ik in het archief in Bokstol terechtgekomen. Het archief van de gemeente. En daar ben ik al heel snel vrijwilliger geworden. En totdat het archief naar Den Bosch ging. Een adelaatje voor Bokstol. Maar fijn, je kunt in het archief in Den Bosch. De Achterarena daar, dat archief bedoel je? De Achterarena, ja. Nee, dat is het stadsarchief. Oké. Okay. De Citadel. Daar zit het Rijksarchief. Ja. Zeg maar. Oh, ja. Het Brabants Historisch Informatiecentrum zit daarin. Dus daar kun je ook terecht. Maar je kunt tegenwoordig zo ontzettend veel via internet vinden. Ja. Dus je hoeft eigenlijk de deur niet uit. En het is zelfs nu voor het Brabants Historisch Informatiecentrum, als je iets gevonden hebt, kun je het zelfs digitaal bestellen. En dan krijg je het met een paar weken in je mailbox. Zo. Gratis. Okay. Maak hier even reclame voor BHIC. En er staan maar liefst 21, ik vond het echt ongelooflijk, 21.000 foto's op de beeldbank Bokstol. Ja, als ik erover nadenk, schrik ik er ook van. Maar hoe komen jullie aan zoveel foto's?
Ja, die komen overal vandaan. In de eerste plaats onze eigen fotowerkgroep. Mm-hmm. Destijds op Piet Rood en August van Vught opgericht. Die heel veel foto's mm-hmm. gemaakt hebben van het veranderende Boksel. En die zijn geloof ik in 1994 begonnen met foto's maken mm-hmm. van Boksel. En er verandert zoveel in een jaar tijd. Dat hebben Riedi van Oorschot en ik hebben dat overgenomen toen zij beide wat ouder waren. Mm-hmm. En Riedi van Oorschot maakt nu nog foto's van veranderend Boksel. En je kunt het bijna niet bijbenen, maar als je 2 jaar geen foto's gemaakt hebt, dan is Boksel alweer veranderd. Kijk alleen maar naar de hoek waar nu de Aldi gebouw gaat worden. Vroeger stond daar de Linebo, een groot bedrijf. Ja. Daarna het postsorteercentrum. Ja. Toen kwam daar 040 Fit. Ja. En nu komt daar alweer een andere winkel. In een aantal jaren tijd. Maar je maakt foto's van alle, niet specifiek over mensen. Nee. Het veranderen de bossen. Okay. Als er huizen afgebroken worden, en we horen dat, je ziet dat in het Brabant Centrum staan, dan gaan we foto's maken. Want nu kan het ook. Ja, ik heb onder andere een foto gemaakt vorige week zondag van de boom in de Stationstraat. Ja, dat kon er geen dag, want smalle smores was die plat. Ja. Dat zijn ook dingen die op de beeldbank komen. Ja. Zijn er ook filmpjes eigenlijk? Dat is een stomme vraag misschien. Nee, dat is maar een stomme vraag. Er zijn wel filmpjes, maar die hebben niet op de beeldbank staan. Althans, nog niet. Ja, ja. Dat vraagt ook een hoeveelheid opslagmateriaal op de server. Ja. Dat hangt natuurlijk ook weer een prijskaartje aan. Van de andere kant, je kunt ook filmpjes op YouTube zetten en dan de link op je beeldbank. Die hebben we dus wel, maar die staan niet op de beeldbank, maar die staan op de website van de Heemkunde. Er staan een aantal filmpjes op. En als we naar terug gaan, je zei, hè, die tijd is het opgericht. Zijn we een van de zijn we eigenlijk de eerste die dat hebben opgericht. Als je kijkt naar al die foto's, want ik zie een soort, als ik jou zie, een soort mappen voor me die erbij doorheen bladeren. Uit welk jaar komt de allereerste foto? Ik ben uit 1864, althans van de beeldbank, hè? Ja, ja. Want fotografie is uitgevonden in 1839. Ja. Dus als je toen al foto's had, dan was je de knappe. Ruud van Nooy heeft daar wel wat afbeeldingen van. Maar voor de beeldbank denk ik dat de eerste portret die we hebben is iets van 1864, 1865. Oké. Heel bijzonder. Ja. En wat was er op zichtbaar, of dat weet je niet? Jawel, dat is volgens mij een gouden bruiloft. Van. Nou, ik ben de naam kwijt. dat zou ik heel knap zijn. Dat is een statiefoto, of niet? Nee, dat is zijn twee cirkeltjes waar twee portretten in zitten met een mooie laurenkrant eromheen. Okay. Van Voort heet hij van Voort. Ja, ja. Ik heb ook gehoord dat jij je hebt een soort kunde. Als jij een foto ziet, dan weet je precies welk jaartal het is, welke straat. Nou precies, dan moet je wel even zoeken. En dat wordt het. Nee, maar doordat je... Dat is een soort gave, lijkt mij. Nee, Is dat een recherche-achtergrond? Je moet iets vastleggen. Op het moment dat je weet dat een bepaald gebouw is afgebroken, dat jaar, dan moet je in de gaten houden. Als je dan een foto ziet, pak de Zwaanse brug. Een heel mooi voorbeeld. In 1944 is die brug opgeblazen. Bij het vertrek van de Duitsers. Als je een foto hebt waar de oude Zwaanse brug op staat, weet je dat het van voor 1944 is. Staat daar een nieuwe Zwaanse brug op, dan is die van na 1948. Want het heeft even geduurd voordat er een nieuwe brug er was. De huizen die daar omheen stonden, waar nu de ING-bank stond, dat is nou weer iets anders. Hè? Dat is opgeblazen, maar ook waar nu Van Dommelen zit, dat stond ook een groot huis opgeblazen. Yeah. Al die huizen zijn weg. Als je foto's ziet waar die panden wel op staan, dan weet je, kun je een datum plannen. Nu zijn er ook veel foto's, en ik geloof dat ik er een foto van opgestuurd heb. Waarop je 3 foto's ziet die gemaakt zijn vanaf de Zwaanse brug. Mm-hmm. En dan kijk je in de richting van de stationstraat. Ja, daar gaan we nu naartoe. Want ik wilde jou, je kunt daar op dat scherm meekijken. Oh, ze hebben hem al laten zien. Wat kun je vertellen wat we hier allemaal zien? Als het zo snel gaat, dus mag iets langzamer. Dit is het hofje, gebouwd in 1646. En dat is in de jaren 80 of 90, ben ik even kwijt, is het gerestaureerd. Ja. Door architect Snijders. Ja. En die heeft daar zelf een fotoreportage van gemaakt. En hier zie je nou een stukje waar 2 deuren zitten. Links en rechts zie je een deur. En zo breed is het gebouw. In het midden zie je een doorgang. Mm. En als je die doorgang, die kun je helemaal tot aan het einde. Dan kom je bij de vijver uit bij de gemeentehuis. Hè? Ja. En dan zie je aan links en rechts, daar hebben kamertjes gezeten van 2 bij 2 meter. Zo. Dat waren de kamertjes waar de schamele vrouwen, zoals ze genoemd werden in 1646, hun onderdak hadden. En aan deze kant van de kant waren de gezamenlijke ruimtes.
die, waar er nu nog twee van gebruikt worden. Met een grote schouw in zit, waar ook gekookt werd. Ga naar de volgende foto. Dat is de Burchtkapel. Ja. En dat is eigenlijk, ja, zoals, zo kennen veel mensen hem nog. Maar als je nou de jeugd van 20, 30, mm-hmm. die kent dit gebouw niet. Nee. Maar het is begonnen als een molen. Een molen zonder wieken trouwens. Een zal waarschijnlijk een stoom. In de Ridder van Kuikstraat. De Ridder van Kuikstraat, ja. En dat is helemaal verbouwd. Er heeft een school in gezeten, de ambachtsschool heeft erin gezeten, er heeft een kerk in gezeten. Daar heeft later een wolmagazijn in gezeten. Deze foto is, ja, daar wil ik mee aangeven dat zelfs de gemeente doorzichtig is. Of burgemeester van Helvoort. Is transparant. Dit was de burgemeester. Burgemeester van Helvoort is dit. Ja. Daar worden waarschijnlijk foto's van zijn longen gemaakt. Hè? Ja, een longfoto. Ja. We hebben er nog één als het goed is. Ach, prachtig. Het familiealbum van Eik de Vissers op de foto Jacoba Koos Marton Hoevenaar. Ja. Ja, dat is een van de... Geboortedatum 11-4-1851 te Bokstel. Ja. Ja. Deze vond ik zo mooi, die mooie muts. Ja. En er zijn heel veel mutsen. Nou, dit is zo'n foto waarvan ik zei, hier kun je heel goed de datum zien. De linkse foto zie je op de achtergrond het huis. Dat is een boerderijachtig type. Ja. Dat is in 1937, is dat afgebroken. En zie je in de middelste foto, zie je dat ze het aan het afbreken zijn. Het dak is er half af. En de rechtse foto staat het gebouw wat er later is gebouwd als van hout verfgaard. En dat is in 1938 gebouwd. Dus dan, zo deze drie foto's kun je heel makkelijk een foto dateren. Tof. Heel mooi. Kun jij makkelijk dateren. Ja, kun jij makkelijk dateren. Ja. Heel mooi. Prachtig. Stel dat mensen nou foto's hebben, hè? Waar kunnen ze die naartoe sturen? Die kunnen ze naar foto@heemkundebokstel.nl. Komt bij mij in de mailbox terecht. Perfect. foto@heemkundebokstel.nl. Hey, zit jij nou iedere avond ook weer nieuwe foto's te uploaden? Jazeker. Ja? Tot heel laat. Tot heel laat. Hartstikke goed. Ja. Ik wil je danken voor je mooie verhaal. Ik zou er bijna over nadenken om een soort lezing te gaan doen in Podium Boksel of zo. Weet je? Want ik denk dat heel veel mensen dit echt heel leuk vinden. Hij heeft een fantastische virtuele wandeling. Voor een spiegeltent misschien? Ja, ja, zo is. Ik heb hem een paar keer mogen aanhoren. Ja? Chris, vertel het zelf weer, want het is gewoon fantastisch wat je dan doet. Ja, je neemt ons dan mee. Moet ik nou vertellen hoe het vertelt? Ja, 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 ja. Zo zeggen. Dan moeten we gewoon een keer als activiteit inderdaad gaan inplannen. Ja. Dat is mooi. Ik wil jullie alle drie hartstikke danken. En jullie succes met de spiegeltent. En Chris, veel succes met Beeldman Boksel. Dankjewel. En Heemkunde, goed initiatief. En wil jij thuis nog meer informatie over deze twee onderwerpen? Neem gewoon een kijkje op onze website www.omroepdomland.nl. Ik zei het net al, de 47e editie van de Liemse Boerenmarkt was afgelopen maandag. We hebben hier deel 2. Het weer is mee, alles is fantastisch. Dus wat dat betreft. En ik heb net het koor horen zingen, het Hemelde. En dat was ook toppie. Ja, ik vertelde het net al. We hebben hier een dame in de studio die mee doet met de Miss Teen of Brabant verkiezingen. Mariska Jacobs uit Liemt, welkom. Leuk dat je er bent. En je hebt je beste vriendin of je vriendin meegenomen, Britt van der Pas. Ja. Ook leuk dat je er bent. Ja, Mariska, je hebt meegedaan aan de casting voor de verkiezing in Noord-Brabant voor Miss Teen of Brabant 2019. Ja. Kun je hier iets meer over vertellen? Ja, ik wou vorig jaar al opgeven. Ja. Alleen toen is er iets tussen gekomen. Ja.
waardoor ik niet naar de castingdag kon komen. Oké. Okay. En dit jaar wou ik dus toch nog een keer proberen. Ik twijfelde alleen heel erg. Ja. Yeah. Omdat ik de Engelse ronde heel spannend vond. Ja. Yeah. Dus, we can also do this interview in English if you want. No. No? Not good for you? Oké. Okay. Wat houdt de verkiezing precies in? Ja, het is een schoonheidswedstrijd. En yeah. ook voor het goede doel. En ja, dat je echt voor de wereld staat, zeg maar. Oké. Okay. Hey, en wat is jouw leeftijd eigenlijk? Want dat, ik ben toch wel benieuwd. Miss Teen of Noord-Brabant? Ja, ik ben 17 jaar. 17 jaar. En is het voor jou een soort droom om aan modellenwedstrijden of iets mee te doen? Ja, ik doe ook modellenwerk. Ja? Ja, en ik vind het gewoon superleuk om te doen. Dus het is niet echt iets... het is gewoon echt gewoon leuk om te doen, zeg maar. Ja. Ja, en je had, je vertelde het net al, je had de casting gedaan. En nu mag je mee gaan doen met de finale ronde. Ja. Wat houdt dat exact in? Je hebt tijdens de finale verschillende rondes. En dan heb je de bikini-ronde, de hashtag-ronde en de gala-ronde. Een hashtag-ronde is, dan moet je zoveel mogelijk Twitter-berichtjes in een minuut sturen? Of? Nee, de hashtag-ronde, dus krijg je een briefje waar twee hashtags op staan. En dan moet je daar een stukje over vertellen. Jeetje. Britt, leuk dat je er bent. Ja, hoe is dat voor jou om haar zo hier aan mee te zien doen? Ja, ik wist eigenlijk in het begin helemaal niet dat ze zich had opgegeven. Dus bij mij kwam het echt zo binnen, zo van, hé, wat is dit nou weer? Maar ik ben wel echt heel erg trots, dus. Ja? Ja. En bereiden jullie je samen nou ook voor? Of kun je haar dan ondersteunen of helpen op haar finale ronde die er straks aan gaat komen? Nou ja, ik ben best bereid om haar te helpen. Helaas kan ik er alleen, zeg maar, bij de finale niet bij zijn. Oh, echt? Ja. Want wanneer is de finale? Deze zondag. Aankomende zondag. Ja. Jeetje, dus jouw zenuwen die gieren door je lichaam heen. Ja. Ja, hey, en laten we ons eens even voorbereiden dan op die aankomende zondag. Want je zegt, ik sta voor de wereld. Wat ga je, kun je ons een tipje van de sluier geven? Wat ga je zondag vertellen? Je hoeft niet echt iets te vertellen op zondag. Maar je moet alleen bij de hashtagronde zelf praten. Ja. En je moet, ze lezen zelf een stuk tekst op, zeg maar. Dus je hebt ook een voorstelronde. En dan moet je je eigen naam, leeftijd en je woonplaats vertellen. En dan moet je heen en weer lopen. Ja. En dan vertelt de presentator een stuk tekst over je die je zelf hebt ingestuurd. En hoeveel, mogen we het zo noemen, hoeveel concurrenten zijn er? Van de tieners zijn er 15. Ja. Ja, met mij erbij. Ja. En de beauties zijn er 16. Dus, maar ik hoef alleen tegen de tieners. Dus. En heb je al een mooie jurk uitgekozen? Ja. Ja? Ja. Kun je ons een klein tipje van de sluier geven, of niet? Ik wou met heel veel glitters. Alleen ik ben een hele andere jurk tegengekomen. Ik wou ook eigenlijk blauw. Alleen ja, het is iets heel anders geworden uiteindelijk. En hij is ook heel mooi. Dus je voelt je er wel echt een soort prinses in. Ja. Ja? En mag je even je vriendin, mag de jurk ook aan? Of werkt dat niet zo bij mij? Ze mag hem voor mij wel een keer aan. Mag, even een hele andere vraag. Mag iedereen je eigenlijk komen aanmoedigen? Stel dat ze zondag willen komen kijken. De intree kost aan de deur €25. Maar mijn familieleden en zo heb ik gewoon gevraagd van... Wil je komen, dan kan ik de tickets al bestellen. Ja, want waar is het? In Waalwijk. In Waalwijk. Op welke plek? We willen alle details, hè? Ja, dat is een theater in Waalwijk. Het Theater de Leest. Ja. Precies, daar is het. Aanstaande zondag in Waalwijk. Ja. Dus als mensen jullie willen zien schitteren, dan moeten ze gewoon daar naartoe komen. Ja. Toch? Ja. Hey, en ik heb ook gehoord, naast de verkiezingen, dat je ook geld inzaamt voor het goede doel. De Linda Foundation? Ja, dat klopt. Klopt dat? Ja. Van waar dat? Je mag je inzetten daarvoor. Ja. Gewoon vanuit eigen wil, want ze gaan je daar niet toe dwingen, zeg maar. En ik vind het gewoon goed om ervoor op te komen, want het is dan voor kinderen die leven in armoede hier in Nederland. Mm-hmm. En
Ik heb ook al redelijk wat geld opgehaald. Ja? Op welke manieren doe je dat allemaal? Ik ben langs de deuren geweest. En ik ben bij vrienden van mijn ouders die hebben, dat is een zanger en die ging ergens optreden. Dus toen zijn wij daarheen geweest en toen ben ik met de box op het podium gaan staan. Ja. Heb ik verteld wat het inhield en zo. En toen ben ik rond gaan lopen, dus daar heb ik heel wat opgehaald. Kijk, dan mag iedereen mooi geld. Ja. Oké. Hey, en hoe ziet jouw toekomst er eigenlijk uit? Hoe zie je dat zelf voor je? Want je bent 17 jaar. Ja, modellenwerk, dat doe ik ook. En daar wil ik heel graag sowieso mee doorgaan. En dit is meer voor de ervaring op te doen, om te kijken hoe het allemaal is en hoe het werkt. Want het is wel iets heel anders als modellenwerk. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus. Maar moet ik me voorstellen, richt je helemaal op modellenwerk? Of moet je van je ouders ook nog wel een studie doen? Ja, ik doe sowieso een studie. Dus ik doe nou pedagogisch medewerker. En ik loop ook stage. Dus, en ik vind het al superleuk. Ja. En dan wil ik later misschien wel mijn werk kunnen maken. Hey, wil jij nou ook niet volgend jaar meedoen met die casting? Nee, ik denk niet dat dat iets voor mij is. Nee? Nee. Nee. Spannend hoor. Ik vind het heel cool. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En zou je nog iets tegen de mensen thuis willen zeggen? Dat mag op die camera. Kunnen ze op je stemmen eigenlijk? Ja. Ja? Ja. Oké. Pak die camera. Ja, je kan via sms stemmen naar 3010. En dan moet je Pol Noord-Brabant Mariska erin zetten. En Pol moet met hoofdletter, Noord-Brabant aan elkaar. De ja? B moet met hoofdletter van... de N moet met hoofdletter. De B met de kleine letter. En de M van Mariska moet met hoofdletter. Oké. Okay. Ja, ik snap het niet. Maar ik wens je heel veel succes. Voor de mensen thuis. Wil je Mariska stemmen? Ga gewoon even naar onze website. www.omroeptommeland.nl. Meiden, dank. En heel veel succes zondag. Dankjewel. En dat de beste man mag winnen. Dankjewel. Ja. We zijn er weer doorheen. Het was een vlotte uitzending. Ik wil alle vrijwilligers bedanken die weer hebben meegeholpen aan deze uitzending. Die het weer hebben mogelijk gemaakt. Dankjewel. En ik wil u thuis bedanken voor het kijken. Ik wens u nog een hele fijne avond. Niet te veel chips eten. Niet te veel drankjes drinken. Tot over 2 weken. Mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, EP Rikkelman, Stage Event Equipment, Emiel Techniek, Strik Auto's en Kalman Media Producties.